Oh, een noodfakkel vanaf de rotswand. Tom heeft een noodfakkel gezien, Sam. Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam! Het is Jenny! Ze zit vast op de rots! Je moet haar helpen! Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Joehoe! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Nou, ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. Ik ben benieuwd hoeveel Mandy gevangen heeft. Behalve haar walvis. Een zeester, een krab. Is dat alles? Ah, een haai! Daar is Sam. Snel, Sam. Help de walvis. Vooruit, Jenny. Ga er snel naartoe. Ga maar voor, Mandy. Oh, ik hoop dat alles nog goed is met hem. Weet je zeker dat het geen haai is? Ja, het is een walvis. En dat zijn lieve dieren, Norbert. Sam, hoe gaan we de walvis terug de zee in krijgen? Het is namelijk nog lang geen vloed. Oh, ik weet het. We rollen hem de zee in. Veel te zwaar, Norbert. En het kan pijn doen, rare. Het gaat toch wel goed komen? Of niet, Sam? Heb ik je ooit teleurgesteld, Mandy? Nee. We hebben Neptunus hier nodig, Jenny. Oké, Sam. Hallo, Tom. Alsof je een groot vuur blust. Ik bedoel een gigantisch vuur. Zoiets? Kunt u er misschien iets meer ons in leggen? Ga uit, vuur! Ga uit! Prachtig! Misschien nu iets met de bijl. En een foto bij de paal, is dat iets? ja, dat is geweldig. Fantastisch idee. Kom er aan. Is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Oké. Ontkoppel het harnas. Doeg hoor, kleine walvis.
Dank je, Tom. Waar blijft die bus? Hey, mag ik je handtekening, Elvis? Oh, natuurlijk, Jaap. Oh, je hebt die van Sammy ook al, zie ik, hè? Ja, want hij redt elke dag mensen en hij mag lekker in Jupiter rijden. Maar voor jou is dat voorbij, hè? Ja, nou, ik denk het wel. Stop! Wat is er aan de hand? We hebben te maken met een bosbrand. We zijn bang dat het zich uitbreidt. Oh, dat klinkt ernstig. Misschien moet ik meegaan om te helpen. En hoe zit het dan met je tv-show? Ja, op de eerste plaats ben ik brandweerman, hoor. Oh, daar is brandweerman Sam. En daar komt Tom. Cool. Is alles goed met jullie? Nou, ik voel me wel wat zwakjes. Een broodje zou kunnen helpen. Oh, niet nu, Norbert. Het is nu te laat om nog naar je tv-show te gaan. Niet als je met de helikopter gaat. Spring erin, Elvis! Wauw, fantastisch. Net als een echte superster. Elvis, wacht. Je vergeet iets. Succes. We gaan allemaal naar je kijken. Bedankt. En ik zal morgen op tijd terug zijn, hoor. Die vogel eet al mijn broodjes op. Dat is een roodgekuifde vlierenfluiter. Niet bewegen, Norbert. Deze oefening is belangrijk voor de hedendaagse brandweerman. Ik heb Tom uitgenodigd om jullie het abseilen te leren. Mannen. De oefening begint op de bovenste verdieping van de oefentoren hier. Tot beneden hier. Allemaal onder Toms geweldige leiding. Goed idee, commandant. Leuke uitdaging. Waarom niet de ladder? Onder Klaas' bus. Ja, helemaal door midden. Nu kan ik niet meer skaten. Ik wil een nieuw skateboard, maar van mijn moeder moet ik wachten tot mijn verjaardag. Maar dat duurt een eeuwigheid. Waarom ga je er niet een wensen? Een wensen? Ja, dat kan bij de oude wensput aan de wandelweg. Mensen gooien er elke keer centen in om een wens te doen. Die put ligt dus vol met centen. Genoeg voor een nieuw skateboard. De truc is om ontspannen naar beneden te glijden in een aantal even grote sprongen met dit speciale touw dat je afremt. Het is behoorlijk hoog, hè, Elvis? Ja, je moet ook weer naar beneden. Ja, mooi. Zo dus. Wie wil er eerst? Ik wel, Tom. Oké, dat gaat goed, Jenny. Ja, dat is uitstekend, hoor. Wie volgt? Dat ben ik, commandant. Wow, goed gedaan, Sam. Ja, prachtig, hoor. We beginnen met het opruimen van de kisten, Tom. Kijk jij of er nog meer zijn? Geen probleem, Sam. Doe ik. 1, 2, 3. Hup. Tom voor Sam. Daar drijven nog een paar kisten ten zuiden van jullie. Bedankt, Tom. Hoe is de situatie op het strand? Is prima. Elvis en Karel hebben alles onder controle.
Hier zijn we daarnet ook al geweest. Klaas zei dat hij zijn neus volgde. Maar volgens mij weet zijn neus de weg niet. Nee, toch? Wat moeten we nu doen? Eerst, Jaap, gaan wij eens even lekker lunchen. Hoera! Ik wist wel dat het jullie blij zou maken. Goed dan. Wie heeft de lunch bij zich? Ik dacht dat u die had. Ik? Nee. Zouden jullie toch voor zorgen? Nee, dit is het ergste dagje uit van mijn leven. Hé, niet meteen zo somber, jongens. We hebben toch plezier, hè? Ja, maar we hebben nu geen lunch. Ach, vergeet die lunch. Ik weet wel wat jullie opvrolijkt. Hij denkt wel aan zijn ukulele, maar hij vergeet het eten mee te nemen. De piekenbollen pioniers zijn wij. Geen eten bij ons, zelfs geen balkenbrei. Maar zet nu al je zorgen maar opzij. Kom op allemaal, wees blij jongens. Want de piekenbollen pioniers zijn wij. Mooi, dit is denk ik alles. Goed gedaan allemaal. Jullie hebben echt heel hard gewerkt. Thee, fijn. Zijn er ook koekjes? Kom op, pioniers. We zijn dan wel de kaart kwijt en we zijn de lunch vergeten. Jij hebt de lunch vergeten. Maar we hebben toch wel plezier. Goed, ik zal jullie laten zien dat ik het beste voor het laatst heb bewaard. Tada! Wow. Nou, ik zei toch dat het leuk zou worden. Sam heeft het speciaal voor jullie in elkaar gezet. Ik ga als eerste. Nee, ik wil als eerste. Klaas, mag ik eerst? Eigenlijk, als Sam hier was geweest, zou hij het ons eerst hebben laten zien. Denk je? Zeker weten. Een goede pioniersleider gaat altijd als eerste. Je bent toch niet bang, Klaas? Want als je dat wel bent, kan ik wel als eerste gaan. Kan ik de leider zijn? Nee, Norbert. Ik ga. Wie wil mijn garnalen proeven? Ze zijn gaar en klaar om op te eten. Oh, dat is snel, Tom. Oh ja. Erg lekker. De worstjes zijn klaar. Wauw. Dit is een gasfles, mannen. Sommige barbecues gebruiken gas in plaats van houtskool om hun heerlijke worstjes op te bereiden. Moet je gasflessen niet uit de buurt van vuur houden? Dat klopt, Sam. Als ze te heet worden, dan kunnen ze ontploffen. Is het nou ondertussen al tijd voor de barbecue? En? Wie is de barbecue-kampioen van Piekenpolder? Oh, het is zo moeilijk om te kiezen. Ik heb nog steeds honger. Zal ik nog meer eten, zodat ik zeker weet wat het allerlekkerste is? Wij lusten ook wel wat. We hebben reuze honger. Geen probleem hoor. Mijn garnalen zijn veel sneller klaar dan die worstjes van Klaas. Dat zullen we nog wel eens zien. Het gras wat hoger en het gaat nog sneller. Wauw, dat is slim zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem hoor. Ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue-kampioen van Piekenpolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Achteruit, Norbert! Ik ga brandweerman Sam bellen. Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je worstjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is.
Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis. Draai de kraan open. Huh? Sam, kijk! Er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden, terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Vind jij dat ik een goede herder ben, Wally? Is dat een ja of een nee? Sorry, ik spreek geen schaaps. Oh, stop! Kom terug! Pas op de weg! Klaas had gelijk. Met een schaapshond kon ik jullie bij elkaar houden. Hé, maar dat is een goed idee. Is dat soms een nieuwe brandweeroefening? Nee. Elvis probeert van zijn hik af te komen. Oh. Sam, ik weet dat Radar een goede reddingshond is. Maar hij is volgens mij ook een hele goede schaapshond. Hij is echt alleen maar getraind als reddingshond, Norbert. Nou, volgens mij kan Radar alles doen. Hij is zo'n slimmerd. En? Heeft het geholpen? Ja, het is geweldig. Bedankt, Sam. Ik vroeg mij af, is het goed als ik Rara even uitlaat? Ja hoor, Norbert. Dat vindt hij vast fijn. Hou je hem wel aan de lijn als er verkeer is? Maak je geen zorgen. Ik weet wat ik doe. Tot straks. Nee, hè. Het lijkt meer op een hondje dan op een spook. Het spook in wit gekleed ging de heuvel op naar het huis waar hij vroeger woonde. Dit huis. Hij liep dwars door de muur de kamer binnen. En toen ging hij naar het raam en zette zijn hoofd af. Nee. En hij staat je daar nu aan te kijken. Doe dan. Draai je maar om als je durft en kijk dan. Oké. Oh. Oh nee, er is brand. Bel brandweerman Sam. Oh, er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is het niet? Sam! Is het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen! Alles onder controle. Gelukkig was het niet erg. Dank je, Sam. Bedankt, hoor, Sam. Hoe is het eigenlijk begonnen? Het was mijn schuld. Ik legde een doek over de pompoen, zodat het op het spook van Piekepolder zou lijken. Om eerlijk te zijn, liet ik de kaars branden. Laat nooit een kaars branden als je weggaat.
En leg helemaal geen doek over een vlam. Het spijt me. Het was echt geen opzet. Ik wilde alleen maar de bankbankwedstrijd winnen. Meer niet. Het was een ongeluk, Norbert. Geen zorgen. Maar het vuur heeft wel voor een hoop rommel gezorgd. Ik maak het allemaal schoon. Ik help. Ik ook. Laten we allemaal gaan helpen. Ach, dat zou geweldig zijn. Onthoud nou eens, Norbert. Alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn plaats. Oké, Sam. Dat beloof ik. We hebben, geloof ik, een winnaar. Hier! Ik ben hier! Hallo! Oh, hij weet niet dat ik verdwaald ben. Norbert? Zit jij me te plagen? Oh, daar is Sam! Sam, hier! We kunnen naar huis! Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké. We zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met de dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hield me gezelschap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, dievertje. Mam, ik heb het wilde beest gezien. Echt waar? Norbert! Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hierachter? Oké, Mark, ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam.
Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam! Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geeft niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip, flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip, flap en de flip, flap, flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Goed zo, mannen. De composthoop staat in brand bij voet. We zijn maar met z'n tweeën, Sam. De anderen zijn naar de bloemen- en groenteshow. Daar gaan wij ook naartoe. Achteruit allemaal, wacht op de echte hulp. Sam en Jenny zijn onderweg. Daar heb je ze al. Ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh, ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. Een wat? Oh, Crispijn. Een ongeluk op zee? Oh, de familie Jansen. En het is de familie Jansen weer. Ze zitten vast op de boot van Karel. Aan de slag, Jenny. Ik denk dat je hier niet fit genoeg voor bent, hoor, Jenny. Zal ik in plaats van haar gaan, baas? Sorry, Crispijn, maar Jenny is hier de expert. Ze moet met Neptunus gaan. Luister, alleen nog dit ene doodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar.
Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jerry. Je kunt het. Je kunt het. Zo. Oh, het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant. Ah! Oh! Nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou... laten we nu de schroef vrijmaken, dan sleep ik je weer terug naar de wal. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.